Hallo allemaal, ik ben Chloe en ik ben laatstejaars student aan de educatieve bacheloropleiding secundair onderwijs met de vakken gezondheidsopvoeding en biologie. Ik ben 3 jaar geleden gestart aan de opleiding met het idee om leerkracht biologie te worden. Logisch een beetje, want mijn interessegebied is wetenschappen. Ik ben afgestudeerd in het secundair onderwijs met de richting chemie en ik wou dolgraag leerkracht biologie worden. Maar om te starten had ik een tweede vak nodig. En dat is gezondheidsopvoeding geworden. Heel vreemd hoe ik daar een beetje in ben geraakt, want ik had totaal geen kennis. Ik kende de richting sociaal-technische wetenschappen, sociaal-technische vorming, voeding, verzorging. Ik kende dat allemaal niet eigenlijk. Maar door het woordje voeding, verzorging, die voeding, want zo heette de opleiding 3 jaar geleden, ben ik eigenlijk gestart daarin. Ik kook heel graag. Ik heb een passie voor dessertjes maken. En ik ben eigenlijk die 3 jaar alleen nog maar gegroeid. Ik heb basistechnieken onder de knie gekregen. Ik heb gezonder leren koken, leren kijken naar de voedingsdriehoek, andere producten leren gebruiken. En het mooiste van al, ik kan leerlingen inspireren met gezonde voeding. Ik kan leerlingen inspireren om te koken, om voor zichzelf te koken, om voor zichzelf te zorgen. En dat allemaal in vakken, in praktijkvakken, in theorievakken. Ik moest daar natuurlijk ook wel het woordje verzorging bij nemen. Dat was minder mijn idee. Ik had geen kennis, zoals ik al gezegd heb. En doorheen die jaren ben ik zo goed begeleid geweest door mijn lector, dat ik heb er echt een passie voor gekregen. En nogmaals blijkt dat we leerlingen kunnen inspireren in die vakken van ouderenzorg, kinderzorg, of misschien zelfs verder gaan voor de richtingen zoals verpleegkunde. Dan zien we toch wel dat we helden op de wereld kunnen voortbrengen, dat we helden kunnen inspireren, want mensen in ouderenzorg, mensen in de kinderzorg, mensen in de gewoon algemeen zorg zijn nu toch wel de helden van vandaag. Maar de helden achter die helden zijn de leerkrachten die de leerlingen geïnspireerd hebben om dit te doen. En ik zou zeggen, wees zo'n inspirator.